Meneer Samson, wat leuk u te ontmoeten. Goedemorgen. Goedemorgen, middag. Bijna goedemiddag. Allereerst dank voor de gastvrijheid dat ik hier mag zijn. Dat vind ik heel erg leuk, bijzonder om mee te maken. Ik denk dat je Lea moet bedanken, die heeft je volgens mij hierheen gesleept. Hè? Volgens mij bedank ik jullie allemaal. Okay. Ik begrijp wel dat het even lastig was, want er was een deel van uw toespraak die u heeft weggedaan dat ik er was. Ja. Welk onderwerp ging dat over? Alle primeurs voor morgen. Alle primeurs voor morgen, dus er zijn er veel morgen. Ja, nou, we hebben morgen de politieke beschouwingen. Dat wordt een heel lang verhaal. Maar goed, ik doe ook altijd een beetje... Vandaag is een dag van de democratie. Ja. Dat je de politieke verschillen een beetje opzij schuift. Ja. Juist niet met elkaar gaat kissenbissen. Dat begint morgen pas weer. Nou, u lijkt zelfs wel een beetje uitgelaten. Want ik zie u echt heel blij en vrolijk door het tent heen rennen. Ja, maar ik vind het ook altijd heel leuk. Ja. Kijk, het zijn alle collega's. Die nemen mensen mee die hen lief hebben. Of die ze ooit hebben beloofd. Joh, je mag met me mee naar Prinsjesdag. En het is toch iets bijzonders. Wie heeft u meegenomen? Nee, ik heb mijn kaart weer weggegeven aan een collega die heel graag haar twee zoons tegelijkertijd wilde uitnodigen. Dus je hebt maar één kaart per persoon. Meneer Samson, is vandaag nou voor u gespannen of echt pure ontspanning? Nou, het is een beetje van beide. Ja? Ja, het is natuurlijk, dit is ontspanning, dit is leuk. Straks bij de troonrede, ik hoor hem ook echt voor het eerst. Wil ik toch opletten wat er nou precies gezegd wordt. Ja. Ook al omdat ik daarna er al mijn vragen over krijg. Ja. En dan daar begint toch wel een beetje het gekrakeel over. Ja, want dan moet je bij de NOS en in debat met Roemer en dat soort dingen. Dus het is ook gewoon werk. U heeft nog een hele lange dag voor de boeg. We gaan zo meteen, gaan wij denk ik al naar de Ridderzaal toe. Hè? Ja. Nou ja, dan moet je, ja, want je moet er vroeg zijn, want de deur gaat op tijd dicht. Ja, en dan komt alleen de koning en de koningin nog. Alleen de koning nog in. En ik wil natuurlijk ook met u op de foto op dat bankje. Hoe kan ik dat voor elkaar krijgen? Lea, die regelt dat. Oké, ik zie u straks wel even. Dank u wel voor uw tijd. NPO Radio 2.